meer doet, dan geef je erop aan. Ja. Is? Ja. Marvin, en jij hoort in mijn leven. Nou goed, heb je ook zo iemand, Jean, die in jouw leven hoort? Ja, meerdere mensen natuurlijk. Ja? Maar vooralsnog als eerste mijn vrouwtje en mijn kinderen. En ik heb ze vandaag bij me, wederom mijn lieve oudjes. En ja, we gaan nog op familiebezoek, dus ja. Ja, erg belangrijk, hè, die familieband. Ja, vind ik wel, want ja. Daar hadden we het er straks al over. Hè? Nur die Liebe zählt. Ja. Als je familie vindt die ook nog liefde toedraagt, dan is dat mooi. Ja. En er is in de wereld al ellende genoeg. En als je af en toe kijkt op sommige tv-programma's, ja, waarvoor mensen ruzie met elkaar maken, om een cijfertje wat verkeerd staat, ja. Ja, dan denk je mensen lucht op. Denk eens even na. Hè? Er is zo wat gebeurd dat je... Ja, dat je elkaar niet meer de hand kunt geven. En dan, ja, dan weet je wel pas wat je mist. Ja, nou. Ja, dat is inderdaad zo. Ik denk dat de verwachtingen naar elkaar, dat het grootste probleem in het leven is. Ja. Ik verwacht van jou, je krijgt als kind natuurlijk zijn mm-hmm. al verwachtingen geleerd. Hè, want ik geef jou wat en je moet dankjewel zeggen. Hè, dat is natuurlijk fantastisch, maar de verwachting is dat je dankjewel zegt. Ja. En dat doe je ook met vriendschappen. Je verwacht, en Facebook is natuurlijk zoiets belachelijks, je verwacht op Facebook vrienden. Maar als we heel eerlijk met elkaar zijn, ja, ik heb er mensen in staan die ik bij de kassa in de supermarkt niet zou herkennen, omdat het zo'n klein fotootje is. Terwijl ze regelmatig op me reageren als vrienden. Ja, wat moet ik daar nu van verwachten en zij van mij van een vriendschap op Facebook bijvoorbeeld? Ik vind het hartstikke mooi, maar ik wil het niet claimen. Ik wil daar toch ja. iedereen vrij in laten. Nou, maar echte vrienden leer je pas kennen als je ze echt nodig hebt, hè? Jean, dat is gewoon zo, hè? Ja, maar die echte vriend die zal er altijd die zijn. Ja, inderdaad. Die komt dan ook, ja, weet die je? Komt dus, dan ook. Dat is mijn ervaring. Ja, hè? Die komt er ook. Ja, ja, ik heb bepaalde vriendschappen, die zie ik, dus bepaalde vrienden, die zie ik misschien geen 3-4 keer in het jaar. Ja. En is er wat, dan zijn ze er gewoon. Ja. En ja, het gros, ja, helaas, dat is zoeken met de loep. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, maar goed, dat is gewoon het leven, hè? Ja. Dat is leven. Ja. En dan komen we bij dat liedje wat jij zei, van It's My Life. It's my life. Ja. Soms zijn er momenten in het leven dat je zegt, ik moet gewoon mijn eigen weg weer gaan. Ja. Hè? Je kunt nog zo verliefd op iemand zijn als die andere persoon verliefd op een ander is of er is iets anders gebeurd. Dan kun je beter doorgaan met je eigen leven en elkaar loslaten. Ja, dan op dat moment kun je zeggen van ja, dan is het dus niet zo dat Noor die Liebe zählt. Jawel, want je moet eerst van jezelf houden. Voordat je van een ander kunt houden. En ik denk dat de basis altijd zo zal zijn. Als je niet van jezelf houdt, kun je ook geen liefde overdragen. Dus soms moet je kiezen voor jezelf om weer een weg te gaan. Zodat je uiteindelijk open kunt staan voor de liefde van iemand anders die je wel weer teruggeeft. Daar zeg je iets waar heel veel mensen over nadenken. Hè? Je moet eerst van jezelf houden voordat je van iemand anders kunt houden. Ja, ja, dat is inderdaad een waar woord. Want als je niet van jezelf houdt. Dat kun je niet uitdragen. Kun je niet uitdragen. Ja. Nee. Ja. Nee. Daarin kunnen honden een heel groot voorbeeld geven. Hè? Ja, ja. Ja. Een hond kan heel erg egoïstisch zijn. Ja. Hè? Maar daarvoor kan hij ook heel veel teruggeven. En vooral die honden die dan reddende eigenschappen in zich hebben. Hè? Ja. Een Bernaysenne die getraind wordt om... onder het ijs, sneeuw, iemand weg te halen. Maar er zijn ook honden die van tevoren al iets aanzien komen of iets ruiken van goed, hier is iets mis. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, want om het maar eens een gekke zijstraat te noemen, ik heb epilepsie en toen zat Martijn, we zaten gewoon een keer gewoon lekker thuis op de bank te zitten, te kijken naar de tv. En bij ons op de galerij, daar hebben dan mensen twee honden en die ene hond, die een zwarte, die heb ik samen met mijn buurman opgehaald in Friesland. Okay. En dat klikte met mij en die hond, dat klikte al gelijk meteen, of dat een kleine pup af. Ja. En iedere keer als die hond dan bij mij van langs de deur komt, dan snuffelt hij een keertje, is er niks aan, dan loopt hij door. En als die hond denkt er is iets, dan blaft hij. Ja.
een keer. En dan zegt de buurvrouw van, wat is er iets? Dan belt ze aan, van, wat is er wel? Ja, heel vreemd is dat, maar die hond die voelt dat, ja, kennelijk. Precies. Nou goed, en dat keertje was er ook wat, en zat, was er iets, was ik wel duizelig wat, hoor, die reageerde althans goed. En toen belde ze, en toen zei Martijn, ja, dat is iets, want ook die reageert niet. Okay, ja, kijk, ja. Dus, dat is een mooie zo'n hond, die beleving. Voelt dat toch wel aan. Ja. Dan, dus dat kan toch wel tussen mensen die ja. iets zijn. Ja. Dus it's my life. Ja. Dus zo'n beest voelt dat dan toch ook wel op een of andere manier aan. Ja. Ja. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. 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 Dus er kan toch wel op een of andere manier een band ontstaan. Dus zeker weten, ja. Dus een beest geeft toch wel af hoe dat een mens kan reageren, soms. Ja. 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 Maar goed, zo'n plaat, iets met lijf, hoe ontstaat zo'n liedje bij jou? Ja, weet je, kijk, ieder mens denkt wel eens terug over hoe bepaalde zaken in het leven lopen en gaan. Maar ook kijkt men om zich heen hoe dat bij anderen gebeurt. En vaak zie je dat bepaalde relaties ergens wringen en dat er iets een eigen weg moet gaan. Nou ja, zo heb ik in mijn kennissenkring, vriendenkring, familiekring heel wat huwelijken uit elkaar zien gaan. Waar een hele lange tijd aan vooraf ging voordat men zover was. Daarom, ja, ik ben wel getrouwd, ook voor de kerk en voor de wet. En daarom heb ik zelf altijd een beetje moeite met trouw beloven. Mensen zijn van nature heel egoïstisch en hebben hun eigen gevoelens. En op het moment dat jij verliefd wordt op een ander, of iemand wordt verliefd op een ander, dan kun je niet zeggen van dat een wet of een regel is. Want het is een emotie, het is een gevoel. En in dat opzicht heb ik iets om op papier te zetten, trouw beloven. Dat voer je namelijk uit. Dat doe je of dat doe je niet. Dat draag je mee of dat doe je niet. En dat kun je helemaal niet op papier vastleggen. Dus ja. En dan is het soms is het wel heel verstandig als mensen hun eigen weg verder gaan zoeken. En bij heel veel mensen zie je natuurlijk ook wel dat ook wel goed gaat. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat er een gebroken relatie is en dat men dan voor eeuwig ruzie met elkaar heeft. Nee, er zijn ook mensen die gaan uit elkaar en die hebben uiteindelijk toch nog altijd een vriendschappelijk goede relatie. Ja. It's my life. It's my life. Jim Carlos. Wat filosofische gesprekken zo, hè? Ja, maar